Peter. Hi. Hey. Leuk je te ontmoeten. Ja, nou, welkom bij het wat, zou ik zeggen. Hè? Ja, ja, leuk dat je ons het wat gaat laten zien. Ja, ja, leuk. Hier de dijk op. Goed, nou ja, mijn naam is Peter Rozema. Ik ben watloopgids sinds een jaar of 15. Ik noem mezelf graag kustbewoner. Ik ben geboren in deze streek. Een klein dorpje, ietsje verderop, 4 huizen. Dat geeft al iets aan over de grootte, maar ja, het stonden wel iets meer dan 4 huizen. En dat was in de tijd dat het Lauwerszee nog Lauwersmeer was. Hè. Nu hebben we een mooi park daarvoor teruggekregen, maar toen was het Lauwerszee. Dus opgegroeid met eb en vloed aan de zeedijk, aan de kwelder. Nou ja, een mooie jeugd gehad, een beetje in de visserij gewerkt, ook veel op het wat. Ja, dan op latere leeftijd dan. Ja, dan ga ik je mee te wat lopen en dan denk je toch van, oh ja, dat is mijn passie. En dan heb ik de opleiding gedaan voor watloopgids. Dat groene wat je hier ziet, dat noemen ze de kwelders. Een aantal keren per jaar komt dat onder water te staan. In de zomers, dan mag er vee grazen. Hè? Mm-hmm. Dus, dat vee heeft wel het zoet water, dus loopt helemaal een zoetwaterleiding loopt die langs. Maar je moet wel beseffen dat alles wat daar groeit, moet met zout water om kunnen gaan. Ik zal straks nog een voorbeeld geven van een aantal plantjes, hoe die dus met dat zoute water omgaan. En de kwelders is een stuk gebied dat wordt groen, blijft groen. En er komt een aantal keren per jaar komt er water overheen. Alles wat je hier ziet aan groen, moet met zout water om kunnen gaan. En dan vind ik dat dit mooi om te vertellen van dit plantje. Het heet de Zilte Schijnspurrie plantje. Die bloemkelk sluit een luchtbel in. Okay. En doordat hij die luchtbel insluit en dan gaat hij dicht. En dan heeft hij een ingestoten luchtbel. Daardoor gaat hij naar boven drijven en blijven zijn meeldraden droog. Oh, wow. En het gaat om de natuur altijd om voortplanting. Hè? Ja. En die meeldraden van een bloem mogen niet nat worden. Maar door die ingestoten luchtbel, ook staat het water er zo ver boven, dan nog houdt die luchtbel onder water, houdt die meeldraden droog. Dit plantje is een zeealsem. Moet je maar eens ruiken. Het is een beetje de lavendel van de wadden. Vroeger werd het gedroogd en dan kwam het in de linnenkast terecht tegen de motten. Dus ze noemen het ook wel het vlooikruid. En daarnaast werd er een drankje van gemaakt van een broertje of zusje. Deze, dat heette absint. Het hallucinerend drankje. Een van de eerste plantjes die je tegenkomt, een pioniersplantje, is de zeekraal. En we zien het hier nu voor ons staan. En het is nog vrij klein, het is heel vers. Maar het smaakt toch gewoon heel lekker. Hè? Vooral de bovenste puntjes. En het is vaak een beetje ziltig. SRO-vogel daar, zie je? We stonden net op de dijk. Mm-hmm. En als je dan het wat op gaat, dat het eerste gebied wat je dan tegenkomt, dat zijn de kwelders. He, is groen, waar af en toe een keer water overheen komt. En het tweede gebied wat je tegenkomt, is de landaanwinning. Die hebben dan van die dammetjes gemaakt, zoals deze. Dat noemen ze de rijsdammen. En dat zijn ongeveer vakken van 400 bij 400 meter. En je moet je voorstellen dat met hoog water, dan komt het water in die vakken te staan. In het water zit het sediment, dus geen zand, maar de lichtere deeltjes als zand. En dat water dat komt tot rust in die vakken met hoog water. En als het dan tot rust komt, dan zinkt het sediment naar de bodem toe. En als het water zich dan weer terugtrekt, dan is een heel dun vliesje, blijft erachter. Dus het is 2 keer per dag hoog water, dus 2 keer per dag blijft een dun vliesje achter. Daar heb je ook allemaal wat slakjes hier. Maar die spoortjes zie je dus ook hier. Hè? Er zit wel enig aan een stofje in, daar even de kook moet er overheen. Ja. Dat noemen we in Groningen ook wel eens een priel. En als je dat zo volgt, die gootjes, dan worden die gootjes steeds breder en dieper. En er komt steeds meer stroming in het water. En hier zie je nog slik. En straks waar meer stroming komt, worden de geulen nog dieper. En daar ontstaan dan de zandbanken. En is het wat dus ook hoger. Thank you.
gaan wij hier erdoor. Kijk, en daarvoor is die stok ook, hè? Ja. Met die stok kun je dus peilen. Hoe diep het is. Hoe diep het water is. En nou valt het hier mee, hoor. And now we are going to enjoy the sunset.